Hey, goed dat je er bent. Dit kan jij doen, nu doen, als je last van een stijve rug hebt. We gaan 6 oefeningen doornemen. Ik doe ze allemaal even 1 keertje rustig voor. Vervolgens leg ik in de beschrijving uit hoe vaak jij een bepaalde oefening moet uitvoeren. Hoe lang en hoe vaak. En dan zorg je ervoor dat je rug gelijk wat ontspannender wordt. En dat je weer lekker door kan werken. Kost je misschien een kwartiertje? Meer niet. Doe maar mee. Oefening 1. Rustig in en uit ademhalen. Wat je doet, voet op de grond. Rug op de grond, handen op buik en borst. En ga heel rustig door je buik in en uit ademen. Doe maar even 5 keer. Ademhaling zorgt ervoor dat je wat rustiger wordt in heel je lichaam, wat meer spierontspanning. Tweede oefening, cat cow. Handen en knieën. En maak een bolle en een holle rug heel rustig aan. Van hol naar bol. Naar hol. Naar bol. Voer ook een aantal keer uit. Derde oefening, rocking. Plaats je knieën wat meer uit elkaar, voeten wat wijder. Begin aan de voorkant en je zak elke keer met een gekanteld bekken naar achteren en rustig omhoog. Naar achteren, rustig omhoog. Naar achteren. Volgende oefening, op je rug, bruggetje, handen naast je, bilspieren goed aanspannen, omhoog, rust terug, omhoog, rust terug, omhoog, rust terug. De 5e oefening, handen en knieën. Eén hand voor, andere benen achter. Even vasthouden. Rustig terug. Andere hand. Andere been. Rustig terug. Als deze te lastig is voor je, mag je ook alleen je benen achter bewegen. Als je dat wil, maar probeer je rug zo vlak mogelijk te houden. En de laatste oefening. Planken. Om nog even die buikspieren goed samen te knijpen. En daardoor wat meer ontspanning voor je lage rug te creëren. Ellebogen, tenen of knieën. Rechter rug en vasthouden. Zes oefeningen. In de beschrijving laat ik precies even weten welke oefening je hoe lang kan volhouden of hoe vaak je moet herhalen. Dus kijk hiernaar. Doe er voordeel mee. Voer hem een aantal keer per dag bijvoorbeeld even uit als je een last van je stijve rug hebt. Heb je geen last van? Perfect, lekker blijf doorgaan. Maar zorg ervoor dat je thuis niet te veel achter de pc gaat zitten, maar af en toe even lekker gaat bewegen. En dit routine kan jou daar heel erg mee helpen. Succes en als je vragen hebt, laat me even weten. Succes!